Oké, ik ben er. Goedemorgen. Ik ben Diane van Otterlo, onafhankelijk stempunt demonstratrice. En het is weer tijd voor onze Donderdag Live. En met de Donderdag Live heb je in de afgelopen week kunnen kiezen op mijn Facebookpagina tussen twee stempelsets. En dat waren deze keer de sets Lieve Bloemen en de set Quiet Meadow. En degene die heeft gewonnen. Daar ga ik een kaart mee maken en vandaag is dat de stempelset Lieve Bloemen. En Lieve Bloemen is een stempelset die je vanaf vandaag in de Celebration kunt kiezen als zijnde een gratis cadeautje bij een bestelling van €120. En dat is zonder de verzendkosten. Goed, deze gaat even aan de kant. Ik heb bij de kaart die ik zo laat zien ook de folder Hive gebruikt. En de stanzen set Something Fancy, oftewel echt iets bijzonders. Dit is ook een nieuwe stempelset die komt uit, of een nieuwe stanzen set. Staat in de nieuwe voorjaarscatalogus, oftewel de januari tot april mini-catalogus. En dit is de kaart die ik niet ga maken tijdens het filmpje. Maar dit is de kaart die ik wel ga maken. Een vrolijke kaart had ik bedacht met de bloemen. Altijd leuk. Goed, wat hebben we nodig? Goedemorgen, Mary. Leuk dat je er bent. Ik heb in de kleur Flirty Flamingo een stuk basiskaartkarton genomen. En dat is 10,5. Hoi, Adrie. Goedemorgen. 10,5 bij 21. 14,5. Echt, waar ben ik vanochtend? 14,5 bij 21. En gerild op 10,5. Ik heb een stukje vellum met een printje en ook dit staat in de nieuwe voorjaarscatalogus. En de maat is, even checken, 9 bij 13. Dan heb ik een stukje zwart kaartkarton. Goedemorgen jullie, hoi hoi. En die is 7,5. Bij 11,5 en een stukje wit van 7,2 bij 11,2. En uit Flirty Flamingo heb ik dan dit stansje gestanst. Maar even kijken wat voor mij de goede kant is. Deze. En dan gaan we gauw beginnen. Dit even daar. Ik heb namelijk eerst gestempeld hierop en daarna ga ik hem embossen met een embossingfolder. En hier heb ik de Hive gebruikt. En ik vind het leuk om nu de Time Worn zo, embossingfolder te gebruiken. Dat vind ik ook echt een hele mooie folder. Dus ik dacht, laat ik dat doen. Die had ik namelijk eigenlijk op die andere kaart willen gebruiken. Maar wat denk je? Ik plakte hem gewoon in elkaar en ik vergat te embossen. Goedemorgen Yvonne, hoi hoi. Ja, dat schiet niet op dan, hè? Dus, maar ik wil hem toch laten zien. Dus doe ik hem gewoon nu op deze kaart. Maar zoals gezegd, we beginnen met stempelen. Ik neem de grote bloem. En die ga ik stempelen gewoon met zwart, met Memento inkt. En ik heb hem een beetje schuin erop gezet, omdat ik immers hier de tekst wilde hebben. Voilà, dat is één. En in deze stempelset zitten ook allemaal onderdelen van de bloem. Dus dit zijn de blaadjes. En daarmee kleur je in wezen de stempel. Dit is een zogenaamde two-step stamp. Dat is echt zo'n woord om over te struikelen. En daarmee ga ik dus eigenlijk de afbeelding invullen. Ja, even in mijn stapeltje zoeken. Ik begin met de blaadjes. En die doe ik in Granny Apple Green. En doordat dit een clearstempel is, kun je er dus ja, doorheen kijken als het ware. En kun je hem goed positioneren. Mogelijk zit ik er iets voor in het beeld soms, maar
Ik moet het natuurlijk wel goed kunnen zien. Dus dit zijn de blaadjes. Dan gaan we voor de bloem. En de bloem maak ik in Flirty Flamingo. Dus in dezelfde kleur als het kaartkarton dat ik gebruik. En soms is het wel moeilijk om die bloemen goed te positioneren. Maar hier zit precies een mooi gaatje. Hè? En die komt precies overeen met het center van de bloem. En zo kun je hem eigenlijk heel goed uitlijnen. Dus ik kijk altijd eerst naar dat centrum. En dan kijk ik of die overeenkomt met de andere bloemen. En voilà. Dat doet hij. En dan als laatste dit takje. Dat doe ik met Fresh Freesia. En zeker met zo'n lichte kleur is het heel makkelijk om hem goed te positioneren. Ik hoop dat ik niet voor het beeld zit, dat jullie kunnen zien wat ik doe. Zo. En dan hebben we natuurlijk nog het hartje van de bloem. Ook daar heb ik een stempeltje voor. Dat is die. En die doe ik met Mango Melody. En voilà, de bloem is gekleurd. Dan vond ik het ook nog leuk. Er zit ook een heel klein bijtje in. Nou, ik zal hem stempelen, dan kunnen jullie hem beter zien. En die heb ik gewoon ook met Mango Melody gedaan. Voilà, een lief bijtje. Zo. Kijk, wat een schattig klein bijtje. Leuk hè? Ik check even gelijk aan de zijkant of jullie het kunnen zien. Ja, het is inderdaad wel een beetje romantisch. Ja, bloemen is al gauw, hè? Ja. Ik vond hem ook zelf wel geslaagd. Dat heb je soms, hè? Dat je gewoon wel blij bent over iets wat je gemaakt hebt. Daar kan ik echt van genieten. Nu ga ik hem embossen, voor ik het vergeet. En dat doe ik dus met de Time Worn deze keer. En bij deze heb ik het dus met de Hive embossing folder gedaan. Ik pak er even mijn Big Shot bij. Ik heb nog de oude. Nou ja, die doet het nog. Dus ja, dan ga ik natuurlijk niet die mooie nieuwe witte bestellen. Zo. Hop. En dan is dit het resultaat. Gaaf, hè? Dit is dan die met de Hive. Dan kunnen jullie het verschil ook goed zien. Ik denk zelf dat ik deze mooier vind. Maar ja. Oh, oké. Goed. Dan had ik nog bedacht, dat heb ik op dit kaartje niet gedaan, maar op het andere kaartje wel. En dat vond ik toch wel erg leuk. Om hier rondom nog een beetje een achtergrondje te stempelen. En dat doe ik met dit bloemetje. Dat zit ook in de stempelset. Ja, en die ga ik er gewoon een beetje overheen stempelen zo aan die rand. Je ziet, ik draai hem ook af en toe. Zo, even checken. Ja, perfect. Vond ik net een beetje de finishing touch. Ja, leuk is dat, hè? Ik vergeet dat zo vaak, maar het is eigenlijk, geeft een heel leuk effect als je gewoon stempelt om hem daarna nog te embossen met een embossing folder. Ik vind dat echt zelf een heel leuk effect. Goed, dan neem ik dat zwart. En dat doe ik op het vellum. Ik
heb een leuk randje. Daarna plak ik dit geheel op de kaart. En ik doe alleen lijm achter het zwart. Want anders zie je dat natuurlijk door het vellum komen. Zo. En dan gaat deze erop. Zo. En ik heb dus dat zwart is maar 3 mm groter dan het wit, zodat je net een heel klein randje krijgt. En normaal gesproken doe ik eigenlijk bijna alles met een halve centimeter verschil. Ook een heel leuk randje, maar ik wilde hem net iets subtieler. En dan kies ik dus voor 0,3, dus voor 3 mm. Leuk, hè? Dan had ik nog het Sweet Sorbet lint. Even kijken, hoe noemen ze hem? Metallic Woven Ribbon. Dus een soort metallic lint. Lint zit ook erg leuk. En daar ga ik even een strikje mee maken. Ik doe het altijd met de bunny ears. Dus ik neem 2 lussen. Ik kruis de lussen. En ik haal de rechtse door de onderste. Opening eigenlijk. En dan ga ik hem nog een beetje vormen. Ik vind hem zo goed. Voilà. Dan neem ik een gloedotje. Die doe ik achter het knoopje van de strik. Zo. En dan wou ik die hier hebben, ongeveer. Zo. En dan ga ik op deze nog stempelen. De tekst. Voor een hele fijne verjaardag. En dat stempel ik met Sweet Sorbet. Die was ik vergeten klaar te leggen. Want dat is de kleur van het lint dan eigenlijk. Ik vond zelf dat het ook heel dicht hierbij kwam. Maar om het nou helemaal naar elkaar toe te trekken, doe ik de tekst er ook nog in die kleur bij. Voilà! Leuk, hè? Ik vind het echt hele mooie tekst. Ik vind het ook zo leuk dat we weer een Nederlandse set hebben in de celebration. Echt gaaf. Nou, dan een paar dingetjes erachter. Zo. En die plak ik hier. Kijk, zo past die mooi hier. Dan kan je hem hier nog een beetje over laten steken. Voilà! Dat is hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vinden. Ik vind zelf dit echt wel de finishing touch geven, die achtergrond. Wat vinden jullie? Dat geeft net een beetje extra, hè, dat hier een stempeltje zit. Nou, afijn. Wat wou ik nog vertellen? Ja, voor volgende week natuurlijk willen jullie weten waar je dan weer uit kunt kiezen. En ook dan blijf ik bij de bloemen. En deze 2 stempelsets komen dus straks om 10 uur op mijn Facebookpagina. En dan kan je daaronder aangeven welke jouw voorkeur heeft. De Cottage Rose of de Vrolijke Viooltjes. Ik heb het al op mijn Facebookpagina een paar keer gezet. De rechtse vind je rustiger. Ja. Ik heb het dus al een paar keer op mijn Facebookpagina gezet. Ik doe vandaag mee aan een internationaal evenement waarmee we de catalogus, de nieuwe voorjaarscatalogus presenteren.
Mijn filmpje komt om 11 uur. We zijn om 8 uur zijn we begonnen. En dan zie je steeds komt er een filmpje live. Een prijspatrol, zoals ze dat noemen. Dat kan je prijzen winnen als je opgeeft dat je gaat. Ja, het is echt heel leuk. En het duurt heel lang. Want we hebben voor 2,5 dag aan filmpjes. Natuurlijk kan je dat niet allemaal tegelijk kijken. Maar als je gewoon steeds in dat evenement kan je gewoon zien wie de volgende is. En kan je daar gaan kijken. En het is ook achteraf terug te kijken. Het is gratis. En aan het eind van het evenement kun je een PDF bestellen. Waarin de werkbeschrijvingen staan voor al die kaarten die langs zijn gekomen in die 60 uur. En die PDF die kost $25, Canadese dollar geloof ik. Maar de opbrengst daarvan komt dus ten goede aan de Michael J. Fox Foundation. En is dus voor Parkinson onderzoek over de hele wereld. Dus ja, dat is gewoon een heel mooi goed doel. Ja, die kan je daar dus bestellen in dat evenement ook. Wat wil ik nog meer vertellen? Ja, natuurlijk dat de catalogus live is. Maar dat hadden jullie ondertussen al wel begrepen. Ik heb net ook de nieuwsbrieven verstuurd met de digitale linken daarin. Ja, en aanstaande maandag hoop ik er te zijn met de stempelclub voor deze maand. Die ik... Oh ja, achter mij heb leren. Dus aanstaande maandag ga ik deze kaarten laten zien. Hoe ik die maak in de stempelclub. En dan dinsdag hoop ik er te zijn met deze projecten. Het is enigszins onder voorbehoud. Want ik verwacht dat ik misschien een die dagen naar een begrafenis zal moeten. Ja, minder leuk. Maar ja, helaas. Goed, dat weet ik dus nog niet. Dus daarom zeg ik, ik hoop er maandag weer te zijn. Ja? Goed. Dan zou ik zeggen, leuk dat jullie erbij waren. En dankjewel voor het kijken. Geef me een duimpje omhoog. Daar word ik heel blij van. Delen word ik er helemaal blij van. en ja... Dankjewel, fijne dag.